Hallo allemaal, vandaag gaan wij een Lego fidget spinner maken. Ik kan op de tafel of in je handen. Het is super makkelijk om te maken en je hebt niet veel stukjes nodig. Dit zijn de stukjes die je nodig hebt. Deze twee zijn 6 lang. Deze stukjes zijn 3 lang en deze is 4 knopjes lang. Als eerste nemen we deze twee. En een kleine stukje in het midden bevestigen. Dan stoppen we de ronde wieltjes in het midden van de 3 lange stokjes. Nu zijn het een soort van tolletjes. We gaan de tolletjes in de buitenste gaatjes van de 7 lange dingetjes bevestigen. Eén kant haal je eraf en dan steek je ze erin. Nu gaan we de kleine dopjes op de kant doen. Doe hetzelfde bij de andere kant. We zijn nu bijna klaar. Je kan het zo laten, maar ik wil er graag extra rondjes aan vastmaken. Gebruik hiervoor de laatste twee tandwieltjes. De fidget spinner is nu af.